maar misschien is één kans wel genoeg. Chocolade! Ik wil een gouden ticket! Nou, kom dan! Wat heb jij met chocola? Alles heb ik met chocola. Chocola Milka, op alles. Milka chocolade? Nee, vooral? Ik heb niet van Milka. Ja, ik wel. Jij bent van zo de Milka. In de Oostenrijkse bergjes ja, ja, in de Alpenweide. Ja. 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 Voor mij is de Tony's. Oh, Tony's. En dan alle smaken en dan eigenlijk alles in één keer. Ja. Een ander merk hier, dat ga je zo proeven als je binnenkomt. Deze musical, heb je die al eerder gezien? Nee, helemaal niet. Ik heb wel stiekem wat geluisterd. Op Spotify, ja. de Engelse opname. Ja. Dus ik ben heel benieuwd ook naar de vertaling, want het is echt een talig werkje waar Thomas van Luijn zich aan heeft moeten zetten. Ja. En Roald Dahl, als een boek al een keer gelezen? Allemaal. Ja, allemaal. Ik denk ook heel veel. Van voor naar achter en terug. Ja. Ja. Jullie gaan samen naar de musical? Ja, we gaan samen. Ja, we hebben er heel veel zin in. Oh, ja. Wat staan jullie bij van Charlie en deze Chocolate Factory? Nou, je hebt de film gezien, hè, de laatste. En vond je die leuk? Ja, heel leuk. Ja, het is een beetje nostalgie, hè, van vroeger. Dat je denkt, ja, en zoveel remakes gemaakt en nu de musical. Ja, we hebben er heel veel zin in. Het is een musical van jong en oud, hè? Ja. Ja, het wordt een productie, een musical, zoals je zegt. Wat verwacht jij? Heel veel humor. En ook wel spannend, want er verdwijnen natuurlijk allemaal kinderen in apparaten. En heel veel leuke, lieve zangstukken. Ensemble. Ja. En de Oompa Loompa's natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan zien. Wat hebben jullie met chocola? Nou, ik hou niet van puur en niet zo erg van melk, maar wel heel erg van wit. Ik hou van alle chocola. Ja. Heel veel bruine, witte melkchocola's die liggen eigenlijk met karamel erin. Dus ik bedoel... Daar zie je heel veel chocolade. Oh, lekker. Ik heb het boek gelezen, vroeger mijn moeder nog voor gelezen. Ik heb de film uiteraard zien, allebei, Gene Wilder en Johnny Depp. En mijn vrouw heeft de kinderregie gedaan. Ik ben sowieso al super trots. En dan heb jij iets met chocola? Ja, wie niet? Ik ben gek op chocola. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Nou, zit je nu met de neus in de boot, want ik heb heel veel zien liggen. Wat verwacht jij van deze productie, van deze musical? Ik verwacht heel veel energie. Ik verwacht sensatie in beeld. Mooie beelden, de magie. Ik verwacht meegesleurd te worden. En ik verwacht ook heel veel intimiteit. Dat we echt met z'n allen het gevoel hebben dat we met Charlie meegaan. Dat verwacht ik en daar hoop ik ook heel erg op. Er zit heel veel laag in dit verhaal, hè? Absoluut, ja. En er zit ook heel veel herkenning ook van juist je eigen jeugd waarschijnlijk. We hebben niet zo dramatisch meegemaakt, de meeste van ons, als hij. Maar wel het verlangen en de hoop en de dromen. En die worden hier ingewilligd. Dus dat verwacht ik wel terug te zien. Wat is het met je? Ja, goed. Ja, druk. We zitten vlak voor de eerste voorstelling van de prom met Pia. En dat gaat eind van de maand in première. Adam en Eva komt er ook aan. Toneelstuk met Ellen Pieters en Han Oldrichs. En natuurlijk zijn we iedere dag met Les Miserables bezig. Dat kost gewoon veel tijd en voorbereiding. Maar het gaat allemaal wel goed. Kijk je er nu tegenaan, na die periode, zware periode van corona, nu allemaal mooie nieuwe producties brengen? Hoe is dat voor jou? Nou ja, wij hebben natuurlijk wel ook nog Titanic en Rocky Horror teruggebracht. Uitgesteld weliswaar. Nou ja, het is fijn, maar het gaat nu natuurlijk nog niet heel erg goed. Hè? Ik moet je eerlijk zeggen, we hebben wel geluk gehad. Titanic ging heel goed, maar ik las dan gisteren een heel groot artikel in het Parool dat het toch nog moeizaam is allemaal. En dat werkt natuurlijk ook niet mee wat er allemaal gebeurt. Dus we moeten heel erg ons best doen om goede dingen te maken. Denk ik. En ik denk dat vandaag ook gaat gebeuren. En dan komen de mensen wel weer. Charlie in de Chocolate Factory, wat heb jij daarmee? Nou, ik ken het. De film. En dat is het eigenlijk. En het is ontzettend leuk. En de familievoorstelling, dat vind ik ook wel. Wij ook ooit wel eens naar de Fabeltjeskrant. Dat hebben we. Dat is ook wel leuk om te doen. Heel leuk. En ik vind het ook belangrijk, want dan kweet je ook weer een nieuw publiek. Er zit allemaal heel veel lagen ook in dit verhaal, hè? Want er gebeurt heel veel. Het gaat over geluk, je dromen waarmaken. Ja, nou, dat weet ik, zo goed weet ik dat niet meer. Maar dat is wel zo. Het is net als Peter Pan ook. Hè? Er zit wel veel fantasie in. En dat is belangrijk, je dromen waarmaken. Goeiedag, hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja, toch goed? Ja, zeker. We hebben er heel veel zin in. Ja, we zijn allebei hard bezig volgens mij, maar ook even ontspannen, even lekker naar de Chocolate Factory. Ja, het seizoen is nu begonnen, hè? Dus het is nu even ook af en toe genieten, gewoon in de zaal even zitten en kijken. Dus ik heb er heel veel zin in, ja, zeker. Kennen jullie het verhaal? Kennen jullie de film, het boek? Zeker, ja, het is wel jeugdsentiment. Als kind, ja. Toch? Ja, als kind. Het is een heel mooi verhaal. En verder heeft Joris, de decorontwerper, de laatste maanden heel veel verteld erover nog. Dus als ik dingen vergeten was, heeft hij het wel weer lekker erin gestampt. Ja.
Wat hebben jullie met het verhaal? Wat maakt het bij jullie los? Nou, wat maakt het los? Chocola? Ja, chocola maakt het los. Ja, je wil altijd de gouden wikkel hebben in ieder geval. Hè? Je wil toch altijd voor de winst gaan. Nee, maar dat is het niet. Ja, het is gewoon jeugdsentiment. Nou, wat heel mooi is aan het verhaal is dat het gaat over een jongetje uit een heel gewoon milieu. Dat ineens op een plek komt waar hij gedacht had dat hij nooit zou komen. Dus het is heel mooi om te zien dat je ook nu super actueel, dat je in deze maatschappij, waarin alles nu moeilijker, complexer, duurder wordt, je toch nog als kind kunt dromen dat je overal kunt komen. Dat vind ik gewoon heel vet aan dit verhaal. En het is gewoon, ik denk dat het gewoon echt iets magisch heeft of zo. Dus ik ben benieuwd of dat gelukt is. Dus, ja. Wat hebben jullie met chocola? Ja, eten, hè? Eten, lekker. Helemaal vol douwen. Er ligt heel veel binnen, heb ik gezien, dus hoop ik nog in ieder geval. Ja, ik wens jullie heel veel plezier, maar Niels, voordat we weggaan, hoe gaat het met jouw productie? Ja, goed. Ja, we zijn op het punt om te gaan repeteren, dus het script is nu helemaal af. Dus waar het een paar weken geleden nog niet helemaal af was. Dus iedere dag druk bezig, maar dat gaat heel goed, dus dat is leuk, ja. Charlie in the Chocolate Factory, wat maakt dat bij jou los, behalve chocola? Ja, jeugdsentiment. Ik heb die film met Gene Wilder wel echt 10 keer gezien, denk ik, in mijn jeugd. Dat is natuurlijk echt een droom van ieder kind. In een fabriek waar gewoon chocoladefonteinen zijn en alles wat je ziet, je mag opeten. Ja, dat is natuurlijk wel echt een... Dat draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van je fantasie, denk ik, als kind. Ja. Fantasie gesproken, er gebeurt heel veel. Wat die lagen die er ook in zitten, qua geluk, op zoek naar geluk, wat doet het met jou? Hoe bedoel je? Het hele verhaal, wat maakte jou toen bij jou los? Nou ja, als kind nog niet zo bewust dat. Dat begrijp ik natuurlijk later als je volwassen pas dat eronder zit. Maar dat is natuurlijk wel niet voor niks dat dat al jarenlang een groot succes is. Niet alleen als boek, maar ook als voorstelling over de hele wereld. Dus Roald Dahl mogen we toch wel met recht een kleine meester noemen, denk ik. Ja. En zo meteen chocola. Wat heb je met chocola? Ik kan niet zonder chocola. Dus ik hoop, dat zei ik net ook al, dat een hele grote goodiebag vol met chocola aan na aflopen te krijgen is. Dat die prop ik meteen naar binnen, denk ik. Er ligt al meteen hier wat aan bij de ingang en binnen ook, dus ik wens je dan heel veel plezier. Oké, nou, het begint al goed, lekker. Ik ken van Roald Dahl, geweldig. Ja. En nu in theater, dus... Ja, spannend. Wat zijn jullie bij van dat verhaal? Dat het heel leuk is, veel kinderen en chocola, hè? Oompa's. Chocola, ja. En onmiskenbaar Roald Dahl, hè? Ja. Ja. Fantastische schrijver, denk ik, want hij doet heel veel verhalen in een verhaal, denk ik. Ja, ja. Ja. Nou ja, we kunnen ook denken aan Mathilda, hè? En andere mooie verhalen en veel boeken gelezen. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik ben allergisch voor chocola, dus ik eet het eigenlijk nooit, maar ik verheug me er erg op, ja. Ken je het verhaal? Jazeker, absoluut. En mijn man dirigeert hier, dus ik heb natuurlijk een ander meegekregen. Heb je misschien al iets gezien? Ik heb hem in Londen gezien, maar nog niet hier. Okay. Ik heb de partituur gezien. Laat ik het daarop houden. Ja. Wat staat jou bij van het verhaal? Wat kunnen mensen verwachten? Nou, ik denk dat het echt een heel kleurrijk, fantasierijk verhaal wordt. Ik hoorde ook van Jeroen, mijn man, dat het ontzettend grappig is. Dat er veel gelachen wordt. Dus ik verheug me erop. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, hoe zit jij dan toch in de zaal als jouw man natuurlijk muzikaal leider is? Ontspannen. Hij is zelf ook ontspannen. Absoluut, ja. Lekker cool zitten genieten. Ik ga genieten. Ik verheug me er heel erg op. Ja. Goedemiddag. Jullie gaan lekker naar de Chocolate Factory. Ja. Ja, ik zag net al heel veel chocola liggen. Dat had ik. Ja, die wil ik graag zo allemaal in mijn tas stoppen en opeten. Dat hoef je niet te doen, want volgens mij komt er licht iets bij de uitgang qua tas. Oké. Ja, maar bij de uitgang. Kijk, daar zeg je het al. Ik wil het nu. Er ligt nog wat, zie ik. Wat staat jullie bij van deze musical of van het verhaal, de film? Nou, wij zeiden net nog tegen elkaar van, ken jij het verhaal? Ja, ik heb wel de film gezien. Misschien niet die met Johnny Depp, maar die oude, ja. Maar ik weet het niet meer precies. Ja, ik weet het nog wel ongeveer, maar ik laat me weer lekker verrassen. Ik heb me niet ingelezen eigenlijk, of voorbereid, nee. Dan wordt er gewoon een musical van gemaakt. Nou, dan we het er toch over hebben, nog even als last not least. Chocola, wat hebben jullie ermee? Ja, ik vind chocola heel lekker. Ja, stiekem achter de keukenkast, zodat de kinderen het niet zien. Precies. Wat eet je, mama? Ja, niks. Spinazie? Niks. Hoezo? Ja. Nog even over moeder gesproken, want je gaat binnenkort in een nieuwe voorstelling in theater in. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, hashtag perfect met Bettina Holwerda. En we gaan heel veel mooie muziek maken. En ja, vertellen over het leven zoals wij, vrouwen als wij, dat leiden. Met werk en een relatie en kinderen. Alle ballen hoog houden, het perfect willen doen. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Dus ja. Hou je ook zo'n blog bij als Bettina dat doet op de Instagram? Want er gaan natuurlijk de mooiste verhalen gaan er langs. Ja, nou, ik laat zeker ook wel dingen zien en horen. Maar Bettina, die is dat natuurlijk, die kan het als geen ander. Ja, ja. Blogkoningin. Ja, zeker. Jullie gaan lekker samen naar de musical. Ja, zeker. Inderdaad. Ja, we zijn heel erg benieuwd. Het is, we hebben er even op moeten wachten, maar het is zover.
Kennen jullie de musical, film gezien, boek gelezen? Absoluut. Ja, en Norrie gaat hem spelen in België. Dus. Ja, als Veruca Salt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu hier gaat zijn, maar ik denk dat het echt heel goed gaat zijn. Script al gelezen of dat nog niet? Nee, we hebben in september, eind september scriptlezing, maar wel natuurlijk de film gezien en wel een beetje bekend met het verhaal. Dus ik heb er wel zin in. En wat staat jullie bij van deze musical? Wat blijft zo hangen? Sowieso dus dat Veruca was dat volgens mij door al die eekhoorns uit elkaar werd getrokken. En uiteraard het bosbessenmeisje. Dat is ja. Gewoon eigenlijk alle rampscenario's van alle kinderen op het moment dat ze stoppen. Dat is mij allemaal het meest bijgebleven eigenlijk. Ja, en al het eetbaar, dat die hele wereld eetbaar is. Dat is toch de droom. Ja, inderdaad. Wat hebben jullie met chocola? Oh, heel veel. Ik hou van chocola. Het liefst eet ik elke avond chocola. Leuk, ja, wat heb ik niet met chocola? Had ik alles maar met chocola. Geweldig. Serieus, dan ga je dus in België ga je deze musical spelen. Ik bedoel, wat verwacht je dan? Ik verwacht eigenlijk heel veel nieuwe dingen weer te leren. Want het is natuurlijk anders dan weer hier. En ik speel eigenlijk een kind, want zij is natuurlijk heel jong nog in de voorstelling. En ik ben ook op spietsen, dus... Ja, ik heb daar wel ervaring mee, maar niet heel veel. Dus daar verwacht ik ook wel weer meer van te leren. En ik verwacht gewoon dat het een hele leuke groep is. En het verhaal vind ik gewoon heel mooi. En ik denk dat het wel heel leuk gaat worden. En dan over rampen gesproken, toch een klein beetje. Les Miserables, hoe kijk jij daarin? Ja, dat duurt nog eventjes. Maar mijn handen jeuken. Ik kan echt niet wachten. Het was heel leuk om op de Uitmarkt alvast even te proeven. En met de groep de dynamiek te voelen. En even bezig te zijn. En... Ja, dat wordt echt een ongelooflijk feest. Tenminste, de show zelf is natuurlijk niet een groot feest, maar dat wordt heel erg leuk, denk ik. Ja. En hoe was dat, die Uitmarkt, als je er staat op het toneel of het podium en dan kijk je over die menigte heen? Ja, dat is een... Dat heb ik echt ervaren als een heel magisch moment. Ik was zo ongelooflijk aan het genieten. Het was uiteraard heel spannend, maar daarnaast ook echt heel erg blij dat ik dit mag doen. Ik wens jullie heel veel chocoladeplezier. Er lag veel chocola binnen. Ik weet niet wat het erover is, maar eet smakelijk en heel veel plezier. Ja, ook veel plezier. Hoe was het? Vertel. Het was een feestje. We waren heel erg samen en ik denk dat we echt met z'n allen gewoon intens hebben genoten. En zeker na deze hele, hele leuke en intensieve periode hebben we denk ik iets prachtigs neergezet vandaag. En ik denk dat we trots mogen zijn allemaal. Ja. Dat verhaal wat je mag vertellen, hoe is dat? Oh, ik denk, het is prachtig om hier deel van te zijn. Echt, en dat iedereen doen we allemaal op onze eigen manier, allemaal iets kleins toevoegen met onze rollen en zo. Dus ja. Prachtig. Het is een heel magisch verhaal voor jullie om te vertellen, Rick. Sorry, ik ben helemaal overprikkeld. Sorry, wat zei je? Het is een heel mooi magisch verhaal, denk ik, om te mogen vertellen ook. Ja, zeker. En ook gewoon een heel bekend verhaal. En het is natuurlijk zelfs wijkend. En wij zijn nog jong ook. Het is zeg maar, iedereen kent het. En het is best wel speciaal om Charlie en de Chocoladefabriek voor het eerst in Nederland, dat we daarin mogen staan, zeg maar. En iedereen kent het verhaal. En het is gewoon superleuk om in te staan ook. En heel gezellig. Dus echt genieten, ja. Zeg je ook jong? Oma, vertel. Wat zeg je? Ik hoorde je niet. Wat zei... Nee, het is heerlijk. Nu zie ik uit als oma. Ben ik nu ook, maar ik ben ook Oompa Loompa. We doen het heel erg samen. Het is best wel een ensemble stuk. En dat is heel erg leuk om te doen. Willy Wonka en opa Jacob en Charlie hebben natuurlijk echt... Die vertellen echt het verhaal, maar met iedereen. En dat vind ik heel erg leuk. Dat we zo een geheel zijn. En dat we dit verhaal echt samen als een ensemble mogen vertellen.
Hoe zit jij? Je zit lekker de zaal te kijken volgens mij. Je hebt de tijd ervoor. Zeker, ja. En ik slaap nog de eerste 5 minuten van de voorstelling. Ik denk dat ik misschien moet ik over een tijdje oppassen dat ik niet echt in slaap val. Maar dat gaat denk ik wel goed komen. Even algemene indruk. Première, goed gegaan denk ik. Ja, absoluut. Heerlijk. Dat was heerlijk. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ja. Absoluut genoten. Rij 4 middenin. Perfecte plek. Perfect. Beter kan niet. Beter perfect. Kan niet. Dus hoe is dat om zo je kind te verliezen in de voorstelling? Want dat gebeurt natuurlijk wel. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, ik denk eigenlijk dat Mrs. TV er als enige moeder best wel goed vanaf komt. Tenminste, we weten natuurlijk niet wat er daarna gebeurt. Ja. Maar nee, want eigenlijk komt ze best wel goed uit de verf. Ja. Tenminste, haar kindje is klein. En ze, ja. Nou ja, uiteindelijk wel, ja. Even terug naar het verhaal. Hoe is dit om dit verhaal te mogen spelen in zo'n setting, in zo'n decor? Het zijn eigenlijk 2 dingen, ja. Nou, in dit decor en in deze setting, het is gewoon zo'n bizarre trip. Omdat je als acteur je eigen verhaal moet spelen, maar ondertussen ook heel erg samen moet werken met het decor. Omdat het zoveel terugpraat en ook zo cues in zich heeft eigenlijk. Ja. Dus dat is wel, nou ja, dat was wel een deel van de repetitie, ging daar wel echt over. Van hoe zorg je dat goed gelijk loopt samen? En verder om in het verhaal te staan, ik moet zeggen dat ik langzaam begin ik een beetje inzicht te krijgen in hoe Roald Dahl schrijft. En ik vind dat wel echt heel tof daaraan. Dat ik denk, eigenlijk zijn de kinderen de soort van, je ziet zo goed dat kinderen worden wie ze zijn voor een heel groot deel ook door hun ouders. En ik vind het heel leuk om dat te spelen. En eigenlijk ook dat je ziet dat die ouders langzaam getraumatiseerder raken. Hoe langer ze in die fabriek zijn, hoe gekker ze worden. Dat vind ik wel echt heel tof, ja. Ja, het is wel heel leuk om te doen. Ja. En zo'n première, hoe heeft dat met jou gedaan nu? Het is nu af, de spanning zou van je af mogen vallen. Is dat ook het geval? Nee, want eigenlijk komt nu de ontlading, weet je wel. Dan, zo tijdens de show hou je dat ook een beetje. Dan probeer je te focussen op wat je aan het doen bent en zo. Ja, en nu krijg je eigenlijk pas, voel je dat je handen best wel aan het trillen zijn. En dat, dus nou ja, het gaat hoor, maar dat, ja. We zijn nu even vrij. 3 dagen, 4 dagen. Ja. Nou, dat is wel ook lekker. Ja, precies. Dus het kan even, nou, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, maar ik ben heel blij wel. Ja. Kunt u iets over de rol vertellen? Eerst even, want het was een waanzinnige rol, denk ik, om te spelen. Ja, het is een hele leuke rol om te spelen. Ja, het is een man met heel veel fantasie, die heel veel geschiedenisboeken leest. Denk ik. En allemaal denkt dat hij dat allemaal heeft meegemaakt. Ja. En in die fantasie leeft. En van niks iets kan maken eigenlijk. En dat heeft Charlie ook. Dus daarin herkennen ze elkaar wel. Ja. Heel mooie verhalen. Heel veel lagen ook in het verhaal. Ook voor opa. Ik denk dat je opa zich heerlijk kon ontwikkelen in het spel. Ja, die opa die wil natuurlijk dolgraag naar die fabriek. Die komt in die fabriek. Willy Wonka is zijn god. Ja. En dan komt hij op het laatst ook nog eens in opstand tegen God, eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik wel leuk. En dan staat daar een jongetje te spelen. En vanaf het moment 1, hij ontwapent iedereen. Maar hoe is dat voor u om te spelen? Ja, Noah is fantastisch om mee te spelen. Je kan eigenlijk niet slecht spelen als je Noah tegenover je hebt. Dat is gewoon zo. Die straalt dat zo uit, dat je hoeft er alleen maar op te reageren. En te denken, ik moet Noah gewoon een goede opa zijn voor Noah. Want dat verdient hij. Ja. Maar dan speel je ook zo meteen met andere kinderen. Is dat elke keer een andere aanpak? Of is het ongeveer wel gelijk? Hoe gaat u daarmee om? Nee, die kinderen zijn allemaal wel anders. Dus daar ga je ook wel iets anders mee om. Dus Noah die kan heel erg rare dingen doen op een gegeven moment. Omdat hij gewoon zijn eigen ding doet. En bij de anderen kan je dat een beetje meer aansturen. Van je kan ook dat doen. En, maar het zijn allemaal fantastische. Maar en dat is het leuke. Het zijn allemaal verschillende. Dus ja, je kan ook een hele verlegen jongen hebben op het toneel. Maar dat is ook heel innemend. Ja. Dat is ook heel leuk. Dus dat, al die, ze zijn allemaal anders. Dus, een beetje genoten vandaag? Ik heb wel genoten vandaag, ja. Ja, het was een hele ontspannen première. Dus wij waren er heel blij mee. Ja. Beginnen. Die chocola die jij zo ontzettend lekker vond. Kan je die nog even heel rustig herhalen? Grandioos gevulde fluffy caramel marshmallow wonkareep met stukjes koek en zeezout. Oké. Ja, jouw rol die jij mag spelen, wat maakt dat jouw rol nou zo leuk om te doen? Nou ja, het is gewoon een geweldige rol om Charlie te spelen en het past ook precies bij mij. Soms heb je van die rollen, dan denk je echt, ja dit past precies bij mij, dit is echt voor mij bedoeld. En heb jij dus heerlijk genoten vandaag? Zeker weten. Dankjewel en ja, heel veel plezier en geniet van je bloemen. Bedankt voor die bloemen. Wat denk je nu? Doe mij maar een biertje. Wat was deze voorstelling voor jou? Het is natuurlijk een spannend musical. Ja. Wat ging er door je heen aan het begin en tijdens de show?
Aan het begin dacht ik, ik ben wel tamelijk ontspannen eigenlijk. Laten we er een fantastisch leuke voorstelling van maken. Toen zag ik zo iedereen helemaal gaan en zo. Het ding is dat ik in de eerste acte niet zo heel veel te doen heb. Komt eigenlijk pas, mijn show is eigenlijk pas de tweede helft. Maar dat is dan heel raar, want dan zie je zo iedereen zijn spelen. En dan, moest ik heel af en toe een flupje doen. En dan, dus dan merk je nog van, nou had ik eigenlijk best wel zenuwachtig. Maar de tweede acte, dat is dan echt mijn ding. En toen, dat ging gewoon. Ja. Het verhaal wat je mag vertellen, wat het doet op met jou. Ja, dat werkt eigenlijk wel goed. En we hebben dat heel goed in de voorbereiding. Is dat door de regisseur ook heel erg benadrukt van laten we dat gevoelige, dat het heel erg gaat om jou, de ouder wordende artiest die eigenlijk voelt dat zijn tijd gekomen is en die dat stokje door moet geven aan een jonge iemand. Laten we dat heel erg proberen eronder te houden. En dat zie je ook in het einde van de voorstelling, komt dat heel mooi terug. En volgens mij hebben we dat wel, goed gefixt. En daar kan om antwoord te geven op je vraag, daar kan ik hem volgens mij wel heel goed op spelen, zeg maar. Ook verschillende lagen die in de voorstelling zitten komen heerlijk tot uiting, denk ik dan. Ja, precies. Ja, er zit alles in. Ja. Ja, het is een hele rijke voorstelling. Ja. Nou, even 3 dagen vrij. Eerst een biertje en daarna gewoon lekker spelen. En lekker spelen, ja. Ik zit in een knetterende première, denk ik. Ja, volgens mij spetterden we uit het Lamar vandaag. Ja, het ging heel goed. We hadden goede vibe. Leuk publiek, goede kinderen, goede volwassenen. Ja, het was gewoon heerlijk. Een heerlijk verhaal om te spelen, denk ik. Oh, het is zo'n zalig verhaal. Ik was als kind al fan van het boek. De eerste film heb ik gezien. De tweede is allemaal voorbij gegaan op de een of andere manier. Maar nu de musical. Ja, ik ben sowieso heel blij dat ik weer op toneel mag staan natuurlijk. Hè, na een best wel lange radiostilte. En dan met zo'n productie, met zulke collega's. Ik ben onwijs blij. En de rollen die u mag spelen, want het is lekker divers. Ja, inderdaad. Want ik ben niet alleen mevrouw Slok. Zoals ik er nu uitzie, zeg maar, ben ik mevrouw Slok. Een Maastrichtse schone, de moeder van Casper Slok, de veelvraat. Maar ik mag ook de snoepverkoopster spelen, met lekkere rotatijntjes. En ik ben natuurlijk een Oompa Loompa. Ja, maar hoe die eruit zien, dat houden we nog even geheim. Nee, dat gaan we niet vertellen. Wat maakt dit verhaal zo speciaal om te spelen? Nou ja, het is een verhaal van, eigenlijk toch van hoop, van het kind in jezelf niet verloochenen. Zo'n Willy Wonka is natuurlijk eigenlijk een groot kind. En ja, wij volwassenen willen nog wel eens doorgaan in het stramien en alles vergeten, de verwondering vergeten. En ja, ik denk als je naar deze voorstelling kijkt, dan kijk je ogen uit van verwondering en word je helemaal warm van binnen. Genoten? Onwijs. Oh, maar ook wel als ik die pruik weer even af kan nu. Even 3 dagen los en daarna weer spelen, hè? Ja, dan gaan we weer. Nog even in de Lamar. En we gaan tot en met maart door. Dus heel erg zin in. Dus heel veel plezier. Maar misschien is 1 kans wel genoeg. Ik wil een gouden ticket! Nou, kom dan!